zijn hier vandaag in Apeldoorn bij Omnisport en we hebben hier onze Global Sports and Inclusion Day. En dat is een dag die eigenlijk geheel in het teken staat van sportiviteit, vitaliteit en gezondheid. We gaan luisteren naar drie inspirerende sprekers, Ria Visser, Martin Hersman en Barbara de Loor. En daarnaast gaan we ook sporten. Mensen hebben kunnen kiezen uit hula hoop, bootcamp, natuurlijk het baanwielrennen en volleybal. De vertaling van die Global Sports and Inclusion Day hebben wij in Nederland beetgepakt omdat wij Adecco Groep Nederland een fittere en gezondere organisatie willen maken. Meer mensen je bewust kan maken over vitaliteit en met elkaar en doelen stellen en hoe ga je daarmee om, dat werkt alleen maar in zijn voordeel. En het feit dat het het goede doel is om de jeugd meer bewust te maken, nou ik vind dat hartstikke goed. Ik ben gewend om heel veel verschillende doelgroepen, maar vaak wel van één bedrijf, daarmee te werken en interactie te zoeken. En dit zijn natuurlijk allemaal mensen die elkaar niet zo goed kennen. Dus het is voor mij wel de taak om ze ook met elkaar te laten communiceren, zodat je iets meer één geheel krijgt. Dus voor mij is dat altijd wel leuk en een uitdaging. We vinden het als organisatie ongelooflijk belangrijk dat we fitte en gezonde mensen in dienst hebben die lekker in hun vel zitten, die weerbaar zijn en vitaal zijn en daarmee goed om kunnen gaan met alles wat heel de dag door op hun afkomt. Welke presentatie mij het meest bijgebleven is eigenlijk de presentatie over positief denken. Hoe positief denken en negatief denken je eigenlijk kan beïnvloeden. Je ziet het om je heen, topsport, allemaal verschillende keuze kon je maken uit verschillende sporten. Het is ook nog eens een keer informatief, maar nu ook heel intensief. Dus ja, een hele waardevolle dag.